mensen, welkom bij een nieuwe video. En vandaag maak ik een video die ik nog nooit eerder heb gemaakt. Ik heb eigenlijk ook nog nooit echt eerder dit type video gemaakt. Komt wel heel dicht bij de buurt, maar ja, dit heb ik nog nooit gedaan. Ik wil jullie een fijne jaarwisseling wensen. Eerst, ik was al een beetje begonnen met denken over wat kan ik doen voor een leuke jaarwisselingsvideo. Alleen het is vandaag 31 december. En ik bedacht daarnet opeens, hey, wacht, een oudejaarsvideo, dat is misschien wel leuk om te uploaden. Maar wat zal ik nou doen? Nou, wat ik ga doen, ja, het is iets wat ik nooit eerder heb gedaan. Ik zal even, dit had ik eigenlijk beter kunnen doen voordat ik ging opnemen. Maar, ik ga even met jullie delen wat jullie, ik wou zeggen wat ik dit jaar heb gedaan met YouTube. Maar wat jullie hebben gedaan. Want jullie, de kijkers, jullie zorgen ervoor hoeveel views en zo ik krijg. Even kijken. Analytics. Laten we beginnen met, we zitten op 199 abonnees. Dat wist ik niet eens. Oh, wauw. Oké, op het moment van opnemen zitten we op 199 abonnees. En mijn doel voor 2016 was 200 abonnees halen. Dus, mocht je dit voor 12 zien, dus voor 1 januari zien, subscribe alsjeblieft, als je nog niet subscribed bent. Want dan haal ik die 200 subscribers en dan ben ik helemaal blij. En dan word ik weer super gemotiveerd om video's te blijven maken in 2017. Even kijken. Dit jaar kan ik nu ook zien hoeveel abonnees? Ja. Oké, laten we beginnen met hoeveel abonnees jullie dus. Hoeveel mensen er, hoeveel er van jullie bij zijn gekomen in 2016. YouTube pakt het niet helemaal goed. Het is 1 januari 2016 tot en met 28 december. Dus 3 dagen geleden. Maar goed, in 2016 hebben wij er 117 abonnees bij gekregen. En dat vind ik echt tof. Welkom. Ik heb jullie nog nooit echt zo bedankt dat jullie subscriben, maar welkom op ons kanaal. Niet mijn kanaal. Ja, het is mijn kanaal. Ik maak de video's. Maar het is ons kanaal. Want zonder jullie, ja, ik kan wel een beetje video's gaan maken. Maar als niemand ze kijkt, is dat een beetje suf. Wat wij ook in 2016 hebben gedaan. Jullie hebben 106 reacties geplaatst. En 313 keer op like gedrukt. Vind ik op zich best goed. Mag wel iets omhoog. Dus als je vragen hebt, als je gewoon iets kwijt wilt over de game of over mij, vraag ze gewoon. Vraag ze gewoon in de comments. Ik zal zo vaak mogelijk proberen te reageren. Maar op zich, ik vind het al prima. 106 reacties. Ja, vergeleken met de weergave valt het toch wel mee. Want, mensen, jullie hebben ervoor gezorgd dat wij in 2016, ik wou bij de 2017 zeggen, maar in 2016 hebben jullie 27.116 keer op een van mijn video's geklikt. Dat vind ik tof. Dat vind ik echt super. Dat is namelijk 138% van het jaar 2015. Dat is, even denken, is dat het dubbele? Nee, dat is niet het dubbele. Even, ik zal even gaan vergelijken. Ja, want in 2015 hadden jullie 11.380 keer op een video geklikt. Maar in 2016, dat is gewoon ruim het dubbele. Bijna anderhalf keer? Is dat bijna anderhalf keer? Even kijken. Dat is meer dan anderhalf keer. Ik ben slecht in rekenen. Ik geef ik toe. Ik ben hartstikke slecht in rekenen. Maar goed. Ja. Hey. Mensen. Jullie hebben het tof gedaan. Dit jaar. Dit 2016. We gaan van 2017 een geweldig jaar maken. Ik ga nog veel meer video's uploaden. Ik hoop dat er meer technologie video's gaan komen. Binnenkort gaat er een heel coole serie. Een Minecraft survival serie
van mij en Luke Airborne Legends. Die gaat binnenkort online komen. We hebben hem nog niet helemaal afgespeeld. Dus ook nog niet helemaal opgenomen. Maar dat gaat super tof worden. Dus als je dat niet wil missen, subscribe even morgen, 1 januari, op zondag. Komt er gewoon een nieuwe video online. Een technologievideo. Dus ja, morgen gewoon 2 uur. Daar gaat niks in veranderen. In 2017 wil ik het ook niet veranderen. Ik zal gewoon altijd om 2 uur blijven uploaden. Dus om 2 uur komen mijn video's online. En voorlopig zal het op woensdag en op zondag zijn. Woensdag en zondag 2 uur. En in de loop van de tijd zal ik daar weer wat meer video's bij gaan maken. Dus dan komen er in de week meerdere video's. Ja, uiteindelijk misschien het ultieme doel van elke dag een video. En ik wilde eigenlijk zeggen, mijn doel voor 2017. Ik weet niet of het heel ver gezocht is. Maar ik zou het echt super tof vinden als wij in 2017, dus op 31 december 2017, dat ik dan 400 subscribers zou hebben. Dat er 400 van jullie, waar ik nu tegen praat, op subscribe hebben geklikt. Dat zou ik echt super tof vinden. Dus, als je nog niet subscribed bent, subscribe dan ook even. Dan help je ook mij naar het doel van 2016. Want ik heb dat doel nog net niet gehaald, zoals we in het begin van de video hadden besproken. Maar dan help je ook meteen met het doel van 2017. Dus ja, we gaan van 2017 een super toffe jaar maken. Ik bedank jullie nu voor het kijken van deze laatste video van dit jaar. Hey, fijne jaarwisseling. Niet stom doen met vuurwerk. Ik wil dat jullie al jullie vingers terug hebben. Zodat jullie goed kunnen commenten onder mijn video's. Maar goed, hey mensen, tot de volgende video. Ciao.